Hallo allemaal, vandaag ga ik een video hebben waarin ik al mijn kleifiguurtjes ga laten zien. En als eerste heb ik deze bloemetje. Ja, dat heb ik voor mijn mama gemaakt. En ja, dat is een van mijn eerste kleifiguurtjes. En dus, meer kan ik daarover niet zeggen, dus we gaan ineens naar de volgende. En dat is mijn skelet. Ja, en die kan, zoals je ziet, heel goed bewegen. En hier zie je zo een kop. Ja, dat is geen schedel, want een schedel was toen voor mij nog te moeilijk om te maken. En dus, ja, die kan bewegen, omdat daarin heb ik zo een kleine dingetjes van ijzerdraad gemaakt. Als volgende heb ik Moby Dick. Dat is een grote potvis. Een grote witte potvis. En dus, ja, dat is een zo'n figuurtje. En die heeft hier ogen, hier een neus en hier is zijn mondje. Zo. Daarna heb ik nu een soort van worm. Ja, en die heeft hier zo'n tandjes. En die kan ook bewegen, want hier heb ik geen ijzerdraad, maar touw ingestoken. Ja, dat kan ik nu niet laten zien, maar boeien. Daarna heb ik Predator. Wie dat niet kent, dat is uit een film. Er is ook Alien versus Predator. Ja, en die is zo heel gedetailleerd. Hier heeft hij zo'n soort van haar. Hij heeft hier een soort van wapen. En hier zijn kleine schedeltjes die hij van dieren die hij gedood heeft. En hier is de naam zelf, Predator, op zijn staander. Ja, en meer kan ik daarover niks zeggen. Dit is een meme. Big Changa. Dat is een dikke konijn. Ja, op het video ziet hij er veel dikker uit. Gewoon in het echt is hij wat meer op naar hoog. Ja, en al die figuurtjes, ik weet niet waarom. Maar boeien. Ja, en hij is dik. Nu heb ik Iron Man. Dat is een heel gedetailleerde figuurtje. Ik vind die heel mooi. En ja, dat is uit een film. Waarschijnlijk ken je dat van Marvel. Dat is Iron Man. Als volgende heb ik een tankje. Die heeft hier een Russische vlag, want ik ben een Rus. En dus een van mijn video's daarin ga ik de Russische volkslied spelen. Maar op mijn hoorn. Maar nu nog niet. Hier heeft hij zo'n soort van wapens. Hier ook. En hier, dat weet ik niet, dat heb ik gewoon gezet. Hier zo'n knopje. Hierin kan iemand gaan zitten. En dat kan heel goed, ja, eigenlijk niet goed, maar boeien, bewegen. Deze ding. En nu zal ik gewoon even al die figuurtjes laten zien. En dat is het voor vandaag. En wie niet gelooft dat ik dat gemaakt heb van klei, die kan wel bij het commentaar schrijven. #kleifiguur. En dat is het. Dag!